Zoals er een gezaghebbende economische organisatie vereniging. Als die koers niet, leveren ze kritiek. Als die koers niet helpt, leveren ze kritiek. We laten ze een spiegel voor zichzelf houden. En zichzelf gaan beoordelen. En laten zij verlopen zich niet bezig houden met de economie. Want ze hebben geen verstand van. Daar hebben we geen verstand van. Oké? Okay? En de wasabi. Vijf herstel de economie. De pico. De konachan. De channel lekker. De channel lekker. Aan de telefoon hebben we Swami Girdari. Hij is secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname. En we hebben een fragment van de president gezien op een politiek podium afgelopen weekend, waar hij heeft uitgehaald naar de VES. En eigenlijk beticht hij de VES, of de VES-leden, ervan niets af te weten van de economie. Nou, we dachten om de VES een reactie te vragen. Meneer Girdari, hoe reageert u op wat u heeft gezien van de president? Ja, meneer Roeplauw, de VES had dit absoluut niet verwacht van de president. Een president die burgers, leden van de VES, die behoren tot het maatschappelijk middenveld, op zo'n beledige wijze bespreekt op een politiek podium. In een democratie, in de democratie waarin wij leven, dient ons staatshoofd zich boven partijen te gedragen. En hij dient uit te stijgen boven het partijpolitiek belang. En wat hebben we gezien? We hebben juist gezien dat onze staatshoofd, onze president, een inbreuk pleegt op de vrijheid van organiseren, op de vrijheid van meningsuiting. We zijn bekend van de VES, dat de VES het financieel-economisch beleid van de regering kritisch aanschouwt en met argumenten het beleid beoordeelt. En dat zou de president wel moeten waarderen. Bij de meeting die we met de president toen als coalitieleider hadden in juni 2020, weken na de verkiezingsuitslag, waren de woorden van de president: de overwinning van de vier partijen mag ook beschouwd worden als de overwinning van de VES. Omdat de VES het beleid van de vorige regering kritisch heeft beoordeeld. Hetzelfde wat de VES toen had gedaan, doet de VES nu. Dus wij zijn totaal verbaasd met de woorden van de president. Nota bene wil ik dit ook zeggen, meneer Roeplauw. De president kan de VES niet op zo'n wijze bejegenen. Kan burgers die in dit land wonen en werken, de leden van de VES, die zijn actief in de private sector en de publieke sector. We hebben leden die ook werken bij de Centrale Bank van Suriname. We hebben leden die werken bij het ministerie van Financiën en ook bij andere ministeries. We hebben leden die actief zijn in het management van diverse bedrijven, ook in het bankwezen, waarmee de president goede relaties onderhoudt. We hebben ook leden die het niet totaal niet eens zijn met het beleid van de regering. Maar dat mag binnen een democratie. Dat mag conform onze grondwet. Dus wij zijn totaal verbaasd door de uitspraken van de president. We hebben vanmiddag een bespreking met het IMF. We zijn uitgenodigd door de IMF-missie die hier in Suriname is voor de zesde review. En de IMF vraagt steeds aan ons: VES, beoordelen jullie het regeerbeleid AUB kritisch? Wezen jullie zeer kritisch naar het regeerbeleid? Want dat hebben we nodig in een democratie. Dat hebben we nodig bij het uitvoeren van de diverse programmapunten, uitmakende van het herstelprogramma. Dat doet de VES ook. Wij zullen vandaag ook aan het IMF vragen, hoe kijken zij hier aan? Dat er staatshoofd, de president, zich zo kwetsend, zo grievend, zo beledigend uitlaat naar de vereniging toe. Maar als ik kijk, meneer Girdari, naar wat hij heeft gezegd, dan begrijp ik het eigenlijk niet zo goed. Want ik ben teruggegaan in wat de president heeft gezegd in 2022 bij het 50-jarig bestaan van de VES. Toen was hij een spreker. En toen heeft hij gezegd dat de VES vanwege haar kritische rol een speciale status heeft gekregen in de samenleving. En ik citeer: het kan gezien worden als een zeer belangrijk klankbord. En hij zegt dat de VES een substantiële bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname door verantwoordelijkheid te nemen bij het herstelwerk van de regering wanneer het gaat om economie en financiën. En als ik kijk naar wat hij nu zegt, dan vraag ik me af, wat is tussen 2022 en nu gebeurd? Meneer Roeplan, dat vraag ik mij ook af. Dat vraagt het bestuur van de VES zich ook af. Dat vragen wij ons ook af. Ik bedoel, u heeft geciteerd de woorden van de president uit oktober 2022. En dat klopt helemaal. Vandaar ook onze verbazing. En zeker de woorden die de president heeft geuit met betrekking tot: ze hebben geen verstand van economie. Ik bedoel, waarbij de president ook heeft gezegd dat wij in de spiegel moeten kijken.
en onszelf moeten beoordelen. Wel, ik zou de president willen vragen wat hij inhoud moet geven aan zijn eigen woorden. De president moet zelf in de spiegel kijken en zichzelf beoordelen en zichzelf afvragen. Hetgeen wat hij gezegd had in juni 2020, enkele weken na de verkiezingen. Hetgeen hij gezegd had in oktober 2022 bij het 50-jarig bestaan van de VES, de toespraak van de president, wat hij net heeft aangegeven. Dat staat in schril contrast met hetgeen de president afgelopen weekend gezegd heeft op het politiek podium. Wij begrijpen dat niet. Dus wij vragen dat de president duidelijk met een verklaring hier omtrent moet komen. Want het kan niet zo zijn dat de president, die ook onze president is, die ook ons staatshoofd is, zo beledigend is naar de beroepsgroep toe. Maar is er recent iets gebeurd tussen de VES en de president? Een meningsverschil of een discussie? Of wat is de aanleiding geweest? Bij mijn weten heeft het zich niet afgespeeld. Ik bedoel, de president had een handreiking gedaan aan de VES in oktober 2022. Wij zijn ingegaan op de uitnodiging van de president. Wij hebben volgens mij een bespreking gehad met de president en daarna heeft hij doorverwezen naar de minister van Financiën. Wij zijn geweest, maar op een bepaald moment is het op een dwaalspoor geraakt. Van wie? Door de overheid zelfs. Wij zijn doorgegaan met ons werk, met het organiseren van activiteiten. En wij treden op in de publiciteit met betrekking tot diverse vraagstukken. Het financieel-economisch beleid rakende. Bij mijn weten is er niets gebeurd tussen ons en het staatshoofd. Maar, meneer Roepla, ook al mocht er een discussie zijn geweest tussen leden van de VES en de regering, dat geeft de president niet het recht om burgers te beledigen op deze wijze. Nota bene zegt hij tegen de vakvereniging van economen, mensen die economie gestudeerd hebben, die hem ook adviseren, die ook werkzaam zijn onder hem, maar ook Surinamers die een andere mening hebben, die het niet eens zijn met zijn beleid, die zeggen: president, u heeft ons armer gemaakt. En dat is wel de realiteit, zijn beleid die ervoor zorgt dat wij armer zijn geworden. Dat verwacht je niet van een president die boven partijen dient te staan, die juist bruggen moet slaan tussen burgers in dit land, dat hij zich zo denigrerend uitspreekt. En nota bene, enkele dagen voorafgaan aan een grote conferentie in Suriname. De hele wereld zal aanschouwen hoe de president van ons land een beroepsvereniging onderuit haalt. Dat past niet, dat hoort niet. Dat is eigenlijk ontoelaatbaar in een democratische rechtsstaat als Suriname. Ik begin vooruit te blikken en ik hoor de president straks al zeggen: maar ach, ik was op een politiek podium, maak je niet zo druk. Meneer Roepla, we moeten ophouden in dit land. Het kan toch niet zo zijn dat prominente mensen uit de samenleving het recht vinden dat je op een politiek podium alles mag zeggen. Mag je op een politiek podium zeggen: hey, we gaan een bepaalde groep van Surinamers kwaad aandoen? Mag dat? Dat mag toch niet? Je kan toch niet op een politiek podium alles rondschreeuwen? Nee. En wie zegt dat? Het is niet een persoon zomaar. Het is de baas van het land. Het is de president. Het is het staatshoofd. Het is de persoon met de macht in het land. De persoon die het bevoegd gezag vertegenwoordigt. Dat is het. Dat kan die toch niet zeggen: oh, ik ben op een politiek podium. Meneer Roepla, een politiek podium bestaat niet. Het moment dat de president iets zegt, of een minister, of een andere autoriteit, ongeacht waar hij is, buiten zijn privé domein, wat hij in zijn huiskamer wil zeggen, is zijn verantwoordelijkheid. Maar niet in het publiek domein. Dan hoort men te weten wat men zegt. En zeker dit soort zaken is ontoelaatbaar, meneer Roepla. U heeft u boos gemaakt om de uitspraak van de president. Er zijn leden die zich hebben boos gemaakt, maar er zijn ook leden die zwaar teleurgesteld zijn. Die zwaar teleurgesteld zijn in de wijze hoe de president zich uit. De president had heel veel beloofd als voorzitter van een politieke partij, als oppositieleider. Hij had veel beloofd aan de samenleving. Wij kunnen begrijpen dat niet alles kan geschieden zoals de president had beloofd. Dan dient de president dat te communiceren. Dan die president zeggen: ik had jullie beloofd dat na 200 dagen het beter zou gaan. Het is mij niet gelukt vanwege dit, dat. Dat zal men het wel begrijpen. En dan wil de burger ook ondersteuning bieden. Maar wat zien we dat er gebeurt? Dat juist mensen die kritisch zijn, dat die zwaar worden onderuit gehaald. En nu is het de beurt van de VES. We weten niet wat het morgen wordt. Nee, wij mogen dit niet accepteren. Wij mogen niet accepteren dat de president burgers, hardwerkende burgers, op zo'n wijze onderuit haalt en beledigt. Ik bedoel, het is net wanneer je aan een afgestudeerde arts zou zeggen: je weet niet hoe het menselijk lichaam eruit ziet. Het is net wanneer je tegen een piloot
een gecertificeerde piloot zou zeggen, je weet niet hoe het 5 kilometer boven aard oppervlak eruit ziet. Het is hetzelfde als je wanneer je tegen een bestuurder van, laten we zeggen, van een boot zou zeggen op het water, je weet niet wat water is. Nee, toch, laten we ophouden. Je kan toch niet tegen de vest zeggen dat ze geen verstand hebben van economie? Dat is ontoelaatbaar, ongepast en ongehoord. Wat nu, meneer Girdari? Is er een verstoring in die relatie of ziet u dat als een hiccup? Nee, kijk, wij van de vest, wij bestaan al langer dan 50 jaar. We zijn door diverse turbulente perioden van Suriname heen, hebben wij ons kunnen handhaven. Er is, ja, tuurlijk is er wat ontstaan door de woorden van de president, maar wij zijn nog altijd bereid als vereniging onze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Onze leden wonen in dit land. Onze leden, kinderen gaan hier op school. Wij zijn in dit land. Wij willen een bijdrage leveren. We willen dat het beter moet gaan met ons land. En als de president zich op zo'n wijze uit, en ik denk dat de president misschien spijt zou kunnen hebben van de woorden die hij gebruikt heeft, dan denken wij dat een respectabele president die dat vindt, dat zal corrigeren. En er zijn zoveel mogelijkheden door dat te corrigeren. Wij laten dat over aan de inzichten van de regering. Ik hoop wel dat de tendens die wij bespeuren in onze samenleving, dat burgers zich uitlaten op een beledigende wijze naar autoriteiten toe, dat dat ophoudt. Het is niet goed als burgers zich beledigend en denigrerend uitlaten naar autoriteiten toe. Maar autoriteiten dienen ook te weten hoe ze zich uitlaten naar burgers toe, naar organisaties toe. En zeker autoriteiten op het niveau van de regering en zeker nog de hoogste baas. Dus wij verwachten van de president dat hij zich anders uit. En als dit een foutje is geweest, misschien is de president in een bepaalde stemming. We hebben vaker meegemaakt dat wanneer politieke mensen op het podium staan, dat ze in een bepaalde sfeer belanden. Misschien kunnen we het daaraan toeschrijven. Maar ik denk wel dat het van netheid zou getuigen als de woorden die de president geuit heeft, dat min of meer gecorrigeerd en rechtgetrokken worden. Dat is duidelijk, meneer Girdari. Laten we hopen dat de president u hoort en uw woorden ook ter harte neemt. Ja, hartelijk dank voor de gelegenheid geboden. Dank u ook. Goedemiddag. Ja, dag.